De 88-jarige Hans Jansen was vanmiddag totaal verrast. Aan die kant, hè? Ja, zeker. Zijn dochter is Sandra Brood, de weduwe van Herman. Nou ja, ik ben natuurlijk heel erg trots op mijn vader. En ik vind ook het heel erg leuk, omdat hij een hele bescheiden man is. Die toch heel veel heeft gedaan. En ja, vooral de laatste jaren is hij er heel erg mee bezig. Dus ja, ik vind het natuurlijk echt fantastisch voor hem. Hans vocht mee met de Amerikanen en verloor veel vrienden. Van de 800 man waren er nog maar 70 over. In een kritieke situatie schoot Jansen met een bazooka een tank van de Duitsers aan flarden. Direct daarna werd hij door zijn hals geschoten en zwaar gewond afgevoerd. Ik wist dat hij dit heeft gedaan en dat hij gewond is geweest enzovoort. Maar toen heeft hij verder, ja, zei hij echt maar niks. Voor mij is dat toch een waardering voor wat ik gedaan heb en zo. Ik heb er helemaal niet op gerekend eigenlijk. Ook kleindochter Lola Brood, de dochter van Herman, kreeg verhalen van haar opa over de oorlog te horen. Dat een grote Amerikaanse bus aankwam, die dan met hun voor hun wilde vechten. Dat die echt, oh stop, ik ga met jullie mee. En hij was zelf natuurlijk ook bijna dood, want hier de kogel erin en daar eruit. Dus ja, dat zijn toch allemaal ingrijpende dingen. Van de Amerikanen kreeg Hans een Purple Heart, een hoge onderscheiding. En nu dan een Nederlandse onderscheiding.